Vanuit het InnoVec Café van het Vlaming Business Center in Tielt heet ik jullie van harte welkom bij de projectlancering van Residentie Damast, de vierde fase in het totaalproject De Weverij in Aalterbrug. Bij mij staan vier heren die nauw betrokken zijn bij het project. In de eerste plaats de burgemeester van Aalter, Pieter de Krem, en schepen Patrick Hoste. Samen vertegenwoordigen ze Aalter. Dank u wel dat jullie hier aanwezig zijn, heren. En natuurlijk, bouwpromotoren en aannemers zijn nodig om zo'n project te realiseren. Chef Meersman, gedelegeerd bestuurder van Mevaco. En Pascal Legroux, commercieel directeur van Turnhout. Welkom, heren. Misschien goed om te beginnen met de burgemeester. Hoe zou u Aalter omschrijven in één zin? Kort en krachtig, het kloppend hart tussen Gent en Brugge. Vandaag koppelen we daaraan een project bewoning, het opentrekken, het volwaardig wonen, leven ontspannen, voor iedereen goed voor wonen, winkelweefsel, maar bijvoorbeeld ook voor scholen en mensen die elkaar willen ontmoeten. Echt de place to be met een mooi stukje geschiedenis. Misschien goed om even het globale project toe te lichten. We hebben dus eerst een appartementsgebouw met 36 eenheden, de Bargie gebouwd. Dat is volledig verkocht, volledig bewoond. We zijn begonnen met een derde fase, de appartementen brokaat. En nu zijn we gestart met de vierde fase, gelijktijdig met de vorige fase, de residentie Damast met 19 appartementen en één handelsruimte. Het is ook heel groen, deze gemeente. Ja, we hebben 700-800 hectare bossen die quasi allemaal toegankelijk zijn voor het publiek. Dat zorgt voor rust, zorgt voor woonkwaliteit en die investering die we daarin doen, die raden sowieso aan de totale levenskwaliteit van de mensen van Aalter. We kijken er naar uit, kortom. Wonen in Aalter is het paradijs en voor mensen die nog een bijkomende duur nodig hebben. De personenbelasting is bij de laagste in Vlaanderen. Dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Dank u wel, heren. Wij zijn in elk geval overtuigd dat het aangenaam wonen en vertoeven is in Aalter. Ondertussen heeft de burgemeester en de schepen van Aalter plaatsgemaakt voor twee nieuwe heren. Karel Vlaming, de man van Groep Vlaming, bouwpromoter en commerciële man. En de architect Tom de Schoenmaker van Arx Architecten. Welkom, heren. Misschien goed om even te vragen aan een andere bouwpromoter en aannemer. Jif, waarom hebben jullie beroep gedaan op Arx Architecten? Wij kennen het architectenbureau dat ook in Aalter gevestigd is reeds jaren. Wij werken ook reeds jaren samen in verschillende projecten die uitgevoerd zijn. Maar een grote troef was ook dat die architecten ons op voorhand gewezen hebben op de grote mogelijkheden die er waren in dat project. En van daaruit vonden wij het ook logisch dat we dan bij de uitvoering beroep deden op hen. Veel mogelijkheden, dat was een serieuze uitdaging. De ligging aan het water is altijd een bijzondere troef in een vastgoedproject. Als ook de ligging aan de kerk, het kerkplein, die het centrum van Aalterbrug eigenlijk definieert. En welke sfeer hangt er dan in residentie Damast? Enerzijds kijken we naar het plein, het kerkplein. Anderzijds kunnen wij genieten van het zicht op het park. Het is er heel aangenaam om te wonen. Natuurlijk moet het dan ook allemaal in goede commerciële banen geleid worden. En daarvoor hebben jullie beroep gedaan op Vlaming. Waarom? Het was een evidentie dat wij Karel Vlaming meenomen als partner en als commerciële man voor het project De Weverij. Ja, heel veel expertise bij Vlaming. Dat klopt. We zijn eigenlijk gespecialiseerd met Vlaming Vastgoed in het commercialiseren en lanceren van nieuwbouwprojecten. Ook deze ontwikkeling is een grote ontwikkeling, een volledige nieuwe site, eigenlijk geen referenties in Aalterbrug, zodanig dat het eigenlijk wel aftoetsen was hoe de markt ging reageren op deze ligging. Wat maakt dit project nu zo bijzonder? De ligging vooral uit het centrum van Aalter weliswaar, maar toch op de as Aalter-Knokke, dicht bij het afrittencomplex van de E40. Goed voor mensen die in Brugge en of Gent werken. Ook investeerders, heel interessant product. Jonge mensen die in een grote stad werken, maar toch in het Aalter willen komen wonen. En ook oudere mensen die zich wensen te vestigen in deze nieuwe ontwikkeling, met straks ook de uitbreiding van de zorg, waar ze later kunnen een beroep op doen. En waarom zou iemand hier nu moeten komen wonen? Dat heeft de burgemeester eigenlijk al verteld. Aalter is de nieuwe aantrekkingspool tussen Brugge en Gent. Ze waren zeer overtuigd van hun gemeente, dus ik kan dat alleen maar bijtreden. Voilà, bij deze zijn we allemaal overtuigd. Dank u wel, heren.
Heb je interesse in residentie, dan moet je bij Matthias Vianen van Vlaming zijn. Dag Matthias. Dag Celia, goedemiddag. Residentie Damast biedt heel veel mogelijkheden. Residentie Damast bestaat uit 19 appartementen, waaronder ook één handelsgelijksvloer. En allemaal ondergrondse parkeren, garagen en gesloten garageboxen. Ook een fietsenstalling is er voorzien. En het ligt midden in een prachtig woonpark? Absoluut. Zeer ambitieus project. Het is ook de vierde fase in uitvoering, waar dat ook extra aandacht is besteed aan lichtrijke appartementen, ook aan oppervlakten. Er is dus keuze tussen 1 à 2 slaapkamerappartementen. Ook verschillende oppervlakten zijn belangrijk, waardoor dat we natuurlijk ook echt willen inspelen op een zeer ruime en dynamische doelgroep. Wat zijn de oppervlaktes? Ze variëren tussen de 68 vierkante meter voor een 1 slaapkamerappartement tot een maximale oppervlakte van 102 vierkante meter voor een 2 slaapkamerappartement. Ook de terrassen zijn zowel noord- als zuidgericht. De meeste appartementen zijn voorzien, dus vooral de grotere van 2 terrassen die zowel uitkijken op het park als op het plein. Kan de indeling van de appartementen nog gewijzigd worden? Absoluut, de indeling kan zeker nog gewijzigd worden. Natuurlijk, alles die niets ingaat tegen de stabiliteit van het gebouw. Misschien goed om het lastenboek even toe te lichten? De appartementen worden stuk voor stuk allemaal afgewerkt conform het lastenboek. Waaronder verstaan we dan halfmassieve parket in de leefruimte, als ook de slaapkamers. De badkamer en de keuken zijn dan voorzien van keramische tegels. Ook sanitaire toestellen zullen aanwezig zijn. Keuken wordt volledig afgewerkt, standaard volgens het lastenboek. Met daarin begrepen een keramische kookplaat. Warme luchthoven, koelkast en vaatwasser zijn ook inbegrepen. Nu, de klant kan natuurlijk altijd kiezen om de keuken nog extra naar eigen believen te kunnen personaliseren. Niet onbelangrijk natuurlijk, wat zijn nu de richtprijzen? De richtprijzen nemen aan voor een 1 slaapkamerappartement vanaf instap €160.000 exclusief kosten. En voor een 2 slaapkamerappartement, het duurste, zitten we rond de €320.000. Je sprak daarnet van een handelsgelijkvloer. Wat kan daar dan in komen? Wel, we mikken eigenlijk voornamelijk op de kleine handel, op zowel voeding kleine brasserie, met beperkte openingsuren. Wat is er verboden of wat zal er niet toegelaten worden? Zijn bijvoorbeeld viswinkels of meer het nacht gebeuren. Dat wordt ook gemeden, omdat ook natuurlijk, het is een heel ambitieus project. We willen het liefst mogelijk zo ambitieus mogelijk houden en natuurlijk de nachthinder zoveel mogelijk vermijden. De rust voor de bewoners is absoluut gegarandeerd. Primeert daar. Zeker en vast. Dank u wel voor de boeiende bal. Absoluut. Voor het juridische luik had ik een eerder gesprek met de jurist Varin Pinois. Houd kopen op plan, risico's in. Wel, ik vraag het aan onze legal manager Varin Pinois. Dag Varin. Dag Celia. Houdt dat nu risico's in? Wel Celia, in België houdt kopen op plan of kopen van iets in aanbouw geen enkel risico in, omdat wij vandaag met een wet Breyne zitten in België. Wat houdt die wet dan juist in? De wet Breyne beschermt eigenlijk de koper. Er zijn een aantal elementen die moeten voorzien zijn, die wettelijk bepaald zijn. En zonder die wettelijke bepalingen op te nemen in een onderhandse verkoopsovereenkomst, kan men in feite geen verkoop realiseren zonder die gevolgen te creëren. Wat zijn nu de belangrijkste elementen? Het belangrijkste element is natuurlijk de prijs. Dus mensen zijn altijd geïnteresseerd, wat kost mij dat? De prijs wordt uitgesplitst tussen de prijs van de grondwaarde en de prijs op constructiewaarde. Dat is de globale prijs. Hier heeft de bouwpromotor gekozen om een identiteit, de grondeigenaar, die dus de grond verkoopt, en daarnaast een andere persoon, een andere rechtspersoon, die de constructie verkoopt. Is dat interessant? Dat is interessant. Als je met 2 gesplitste entiteiten werkt, gaat de koper op de grondprijs 10% registratierechten betalen en op de constructie, zijnde de woning, 21% BTW. Dat bespaart dus heel wat. Dat bespaart heel wat. Als hij dat niet zou doen en hij zou de grond en de constructie zelf verkopen in 1 entiteit, dient de koper 21% BTW te betalen. Een groot verschil dus. Groot verschil, absoluut. Natuurlijk, als je een voorschot moet betalen, want dat is wel het geval, denk ik. Hoe zit dat dan? Ja, dus zo, de wet Breyne regelt dat eigenlijk heel specifiek. Vooraleer de compromis getekend wordt, dan staat er klaar en duidelijk in welke bedrag er dient betaald te worden. En het is zo, de koper dient slechts 5% van de totale koopprijs te betalen bij de ondertekening of binnen de 5 dagen na de ondertekening van de compromis. Hoe zit het dan met de verdere betaling? Het is ook zo, dus binnen de 4 maanden wordt de koper uitgenodigd naar de notaris voor het verlijden van de notariële akte. Op die moment is de koper verplicht om eigenlijk de volledige grondprijs te betalen onder aftrek van het voorschot. Daarnaast gaat de notaris gaan vragen aan de architect om een
bevestiging te krijgen naar de vooruitgang der werkzaamheden. En dan gaat hij opnieuw lectuur nemen van hetgeen in de compromis staat, want daar staat er een schijfsgewijze stipulering in van de vooruitgang der werken, van welke schijf dient betaald te worden. En de architect zal een attest afleveren aan de notaris waarin hij bevestigt hoe ver de werkzaamheden gevorderd zijn en bij gevolg dan pas kan eigenlijk de bouwpromotor die gelden gaan opvragen. Dus er is daar een dubbele dekking. Dus je betaalt nooit meer dan wat er gepresteerd is? Absoluut, dat klopt. Als de bouwpromotor nu failliet zou gaan, wat dan? Dat zijn grote woorden, Celia, inderdaad. Maar de schrik zat er inderdaad in het verleden als er iets gebeurt met mijn bouwpromotor. Ik heb rondgekocht, ben er al eigenaar van. We staan in de helft van de constructie en er gebeurt iets. Het is zo dat hier in dat geval de bouwpromotor een 100% voltooiingswaarborg heeft verkregen bij een erkende bankinstelling. In mensentaal houdt dat gewoon in, stel dat er iets gebeurt en ik moet mijn woning geleverd krijgen en de promotor slaagt er niet in, dan zal ik als koper naar de betrokken bankinstelling kunnen gaan om de nodige fondsen te krijgen om die woning af te werken. Je loopt dus echt wel geen enkel risico? Absoluut. Hoe zit het met de start van de werken? Ligt dat ook vast? Ja, dat is ook een van de cruciale elementen binnen de verkoopsovereenkomst. Opdat ze rechtsgeldig zou kunnen zijn, is het zo dat de bouwpromotor de startdatum dient te bepalen in de overeenkomst. Met andere woorden, je koopt iets, je weet onmiddellijk wanneer zal die promotor starten met werken. En de duurtijd, want dat inderdaad, kan natuurlijk heel ook heel cruciale vraag. Je kan niet een eeuwige dag beginnen bouwen. Dus men is ook verplicht om het aantal werkdagen vast te leggen in de compromis. En dat gebeurt ook altijd. Wat is daar het voordeel van? Als de promotor er niet in slaagt om binnen de vooropgestelde termijn die woning af te leveren, behoudens overmacht natuurlijk, dan zal de koper gerechtigd zijn tot een vergoeding wegens nalatigheid in de levering. En dat ligt ook wettelijk vast in de overeenkomst. Het is allemaal heel duidelijk, maar als mensen nu nog andere juridische vragen zouden hebben, kunnen ze dan bij jou terecht? Absoluut. Ik maak deel uit van de groep Vlamink en het is zo dat elke potentiële koper in het kader van de aankoop en dergelijke meer ook bij mij terecht kan om de nodige vragen te stellen en hopelijk een voldoende uitleg te krijgen. Dat is een hele geruststelling. Bedankt voor de babbel. Graag gedaan. Er komt heel wat kijken als je wil investeren in vastgoed. En daarvoor had ik eerder een babbel met onze investmentspecialist Nicolaas de Klerk. Iets wat iedereen zich wel eens heeft afgevraagd. Is investeren in vastgoed een slimme keuze? Wel, ik vraag het aan onze investmentmanager Nicolas de Klerk. Nicolas, is het een slimme keuze? Daar ben ik van overtuigd, Celia. En de crisis waarin we ons momenteel bevinden, helaas, bewijst het nog maar eens. Vastgoed houdt stand en overleeft de crisis. Ook na de bankencrisis van 2008, intussen toch 12 jaar geleden, kunnen we concluderen dat de prijzen van vastgoed daar niet door gedaald zijn. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom investeren in vastgoed interessant is. Klopt, Celia. Naast die waardevastheid zijn er inderdaad nog veel verschillende redenen. Een eerste die ik wil aanhalen, dat is het rendement. Vastgoed levert immers huurrendement, creëert inkomsten. Maar naast deze inkomsten is er een tweede punt, dat is het meerwaardepotentieel. Vastgoed beweegt al decennia lang sneller te stijgen dan de inflatie, waardoor een reële waardestijging plaatsvindt. Dus het is eigenlijk dubbel interessant. Het is dubbel interessant. Een tweede punt die ik zeer belangrijk vind, dat is de evolutie van de bevolkingssamenstelling. We evolueren meer en meer naar een huurmarkt. Hoe komt dat dan? Ook daarvoor zijn diverse redenen aan te halen. Ten eerste is er een wijziging in de bevolkingssamenstelling. Er zijn meer en meer singles, samengestelde gezinnen. Dit vraagt flexibiliteit. Flexibiliteit in wonen. Jonge gezinnen bevinden moeilijkheden om de eigen inspanningen te leveren die gepaard gaan bij de aankoop van een eigen huis. Dit kan zeker in hun eerste jaren van hun carrière probleem vormen, waardoor ze eigenlijk gedwongen worden naar de huurmarkt. Dat is zo, jammer genoeg. Maar natuurlijk mensen die wel een centje opzij gezet hebben. Ja, de leningen zijn nog nooit zo goedkoop geweest. Dus die investeren wel beter in vastgoed dan. Klopt, Celia. Daarin zit namelijk een enorm potentieel. Vastgoed kan makkelijk beleend worden en door een lening te koppelen aan uw eigen inspanning kan het rendement op uw eigen inspanning substantieel verhoogd worden. Het huurrendement is immers nog altijd hoger dan de financieringskost. En dat is super interessant. Ik hoor dat je daar veel over te vertellen hebt.
Maar wat is je rol nu juist hier binnen Vlaming? Wel, ik heb in een vorig leven het beroep uitgeoefend van accountant-fiscalist. Jarenlang heb ik mijn klanten begeleid in vermogensopbouw en fiscaliteit. Maar daarnaast heb ik ook een sterk interesse in vastgoed. Ik kan evenveel genieten van een appartement met een fantastisch zeezicht of een woning die een ideale locatie geeft in een stad of een gemeente. Maar je wil meer. Ja, bij mij gaat er altijd een extra belletje rinkelen. En dat is, welke huurinkomsten zou ik uit dit pand kunnen halen? Hoe zal de waarde evolueren in de komende 20 jaar, rekening houdende bijvoorbeeld met de bouwstop? Dat is voor mij iets die altijd bij vastgoed een belangrijke rol zal spelen. Die kennis van fiscaliteit en vermogensopbouw probeer ik mee te nemen in mijn huidige begeleiding naar klanten toe, waarbij we hen eveneens gaan adviseren naar hoe koop ik het best, via vennootschap of privé, koppelen we successieplanning aan het verhaal, hoe zullen we financieren, hoe worden de inkomsten belast. Dat is voor mij een belangrijk deel van mijn taak hier binnen Vlaming. Dus als mensen met Vlaming in zee gaan, dan begeleiden jullie de klanten van A tot Z. Klopt. Kennis van stenen, technieken, ligging, architectuur, dit is al heel sterk aanwezig binnen Groep Vlaming. Ik wil daar nog een extra dimensie aan toevoegen, als service naar onze kopers, maar ook naar onze verkopers. En dat is advies over de centen. Wat heel belangrijk is. Bedankt voor de boeiende babbel. Graag gedaan. Vlaming heeft heel wat expertise in huis. Maar wat zijn nu de stappen die je als potentiële koper moet nemen? Ik vraag het aan Karel Vlaming himself. Dag Karel. Goedemiddag. Welke stappen moet je nu nemen als potentiële koper? Eerst en vooral moet er interesse zijn in een welbepaald project uiteraard. Ik zei in Alter, in Tielt of een andere gemeente, of aan de kust zelfs, tweede verblijf. Dan komt u naar ons toe, in ons kantoor in Tielt, waar we initieel gestart zijn. Intussen hebben we ook een kantoor in Niepoort. We starten eind 2020 in Poperingen en het is voorzien om eind 2021 te starten in Veurne. Het gaat dus goed? We mogen niet klagen, we mogen niet klagen. De bedoeling is om een kantorennetwerk uit te bouwen in Hans West en met uitbreiding Oost-Vlaanderen. Dus heel veel toekomstplannen? Heel veel toekomstplannen, inderdaad. Veel kantoren en ook veel specialisten in huis? Ja, dat klopt. Dat is een beetje het voordeel van de schaalgrootte, dat we per projectgebied, per specialiteit iemand kunnen aanwerven. We hebben recent dus iemand bijgenomen die een boekhoudkundige achtergrond heeft. We hadden al een jurist in onze contrayen, zodanig dat we alle vragen van onze cliënten kunnen beantwoorden naar fiscaliteit, naar juridische achtergrond. Ook naar successieplanning kunnen we de mensen bijstaan bij de aankoop van vastgoed. Jullie zijn ook vooruitstrevend en dikwijls een stapje voor, ook om een project bij de mensen te brengen in moeilijke tijden. Ja, dat klopt. We zijn een beetje verplicht door de coronacrisis, waar we vroeger projectvoorstelling gaven ter plekke op de site waar het nieuwe project kwam. Zijn we nu een beetje genoodzaakt om dit in deze setting te doen. We proberen het online bij de mensen te brengen, zodanig dat we toch kunnen blijven onze nieuwe projecten voorstellen aan de mensen. Ja, wat heel goed is voor de mensen, dat jullie blijven bereikbaar zijn, dat de mensen met al hun vragen bij jullie terecht kunnen. Nu specifiek voor residentie Damast is ook wel een heel fijn project om te commercialiseren. Ja, dat klopt. Het is een onderdeel van een groter geheel. De laatste woonfase, de rest van de projecten, van de deelprojecten zijn heel goed gelopen. We hadden een uitermate succes. Vandaar zal het belangrijk zijn om snel op contact te nemen met Matthias van het kantoor in Tielt. Want ik denk dat de appartementen niet lang zullen te koop staan. We zijn gewaarschuwd. En waarom is het nu zo'n interessant project? Vooral voor de ligging. Altijd nogmaals tussen Brugge en Gent. Dicht bij de afrit van de autosnelweg aan het water. Met een afzonderlijk stadspark erbij. Uniek in zijn soort. Nu specifiek voor het project, waar kunnen mensen dan terecht? De verkoop van Damast gebeurt vanuit het kantoor in Tielt. De verantwoordelijke daarvoor is Matthias. Die je al gezien hebt met de uiteenzetting. Hij zal instaan voor alle nodige informatie en de klanten bijstaan bij de aankoop van hun appartement. Dat is goed om te weten.